Fractieleider Obed Kanapé van de ABOP en PL kan zich niet terugvinden in de werkwijze van de militairen die overgaan tot het vernietigen van haven en goed van burgers. Onlangs zijn langs de Marowijnrivier diverse goederen vernietigd door een gezamenlijke patrouille van de Surinaamse en Frans-Guyanese militairen. De fractieleider vraagt zich af welke afspraken er zijn gemaakt tussen desbetreffende landen op dit vlak. De grens bepaalbaar tussen Suriname en Frans-Guyana. Ze moest kunnen naar gezamenlijke management. En een gezamenlijke management moet zorgen dat de erkent de letters van de Libakba. Want dat de Gwent Libië naar Libakba. En tegelijkertijd, de man begrijpt ook dat je het drie ding aan de pief van Aliba, aan de nauwe heertrasie. En te awatra bigi ook toe aan de pief van Aliba, de nauwe heertrasie. En ten alle tijde de man abif gona Fransie, gona Sranase, gona Fransie, gona Tapaliba voor fin aan diepte, na zo de man ervaren kaba. En de zand dat de man moest begrijpen, de man moest sabi. If you bestrijd, you smokkel, vermoedelijke smokkel en alles zo ding, teken ze in beslag. Ik kan maar een verslag voor zijn abbaai de sani. Ik kan trek dat na. Eigenlijk heb je geen reden om dat te gaan vernietigen. Soms de man vernietigt niet eens, man. De man etek de Santiago. Ik kom merk op dat ik de hoorde boy onder schot. Tja, de man gopot naar een eiland. Dat de man hoorde man onder schot. De man etek de man telefoon en dan de poten go in water. En man om met contact naar een noans, mama moest staan op en dat de dam dede. Het zijn mensen toch? En dan hoor je dat het Surinamers zijn die Surinaamse militairen zijn die in de operatie zitten. Is dat de bedoeling dat we aan vernietiging zullen doen? Verder geeft Kanapé aan dat dit fenomeen zich al geruime tijd afspeelt. Orde en controle is toe te juichen, maar het vernietigen van andermans spullen is niet goed te spreken, benadrukt hij. Het DNA-lid is van mening dat zaken anders aangepakt dienen te worden. En dan denk ik bij mezelf, hoe moet die persoon dan weer komen aan die middelen? Want buitenboordmotor ligt tussen 10.000 en 25.000 tot 30.000 euro. En deze jongens zijn geen miljonairs. En wat bot of bij ook toen, wat bot of aan de gibotos aan de maatje dat bijna 10.000 gort en 50.000 euro op Sasserevi soms. Wanneer koop je het hotel bij een bakadem goes dong, dat je omhoud, dat je op China, dat je alle dingen aan de winnie, je weer niet normaal zelf doen. Want je kan niet meer werken aan je bestaanszekerheid. Het zijn geen mensen die in overheidsdiensten zitten. Het zijn geen mensen die doen aan een of andere illegale praktijk. Hoe je redde mij zo cocaïne aan die zanger dat die mannen leiden mij transporteren. Soms de mij transporteren lijkt die land is revi. Dat is wat comfort dat de man bron aan land die lijn. Dan een overigens aan het begibari? Niet toch. En we actie de man heeft de man tree op, met een tree op, dat moet let op. Laten ze het weten dat de mensen die wonen langs de Marowijnen, boven Marowijnen en de Lawa. Dit is Libanga, dit is Revi. Ik kom met een abrasie, tante, tanso, die zijn. Dus dit is Libanga, dit is Revi. Wij die nu management willen gaan voeren over de rivieren en al dat soort dingen. We moeten ervoor zorgen dat we begrijpen van dit is Libanga, van de Begwint Libanga. En als we dat niet in staat zijn te doen, dan beter hoe Libang. Want nu komen we dan aan de basisvrijheden van de mensen en de zekerheden waar de mensen eigenlijk verplicht zijn om aan te werken. Want inogide amonisoso.